Ik stel jullie graag voor aan Joep Mannaerts. Ja, dat klinkt zo lekker de vrienders. En na Egbert Bouwhuis is Joep Mannaerts een van de bewoners van het Spijkerkwartier die het meest daarover weet. Ook hij weet bijna alles, heb ik me laten vertellen door mensen die bijna alles weten. Joep gaat het hebben over het Gelderse Spijker en alles wat daar zoal al dan niet zijdelings mee te maken heeft. Joep, de microfoon is voor jou. Dankjewel. Dit is zeker. Ik pak hem uit goed. Ja, hè? Oké. Dus binnen de Hongwaard en Werkhoop die zich bezighoudt met een herfgoed Spijkerkwartier. En die zoekt dingen uit die in het verleden zijn gebeurd. En een van die dingen, daar neem ik u nu meteen als eerste mee naartoe, is het begin van de 16e eeuw. Met de stamboom van het Huis van Gelre. Daar begint mijn verhaal. Met Karel van Velden. En. Nee. Nog harder? Oh. Zo. Karel van Velden. Die had een heleboel kinderen. Maar geen van die kinderen werd binnen een huwelijk geboren. Dus toen hij overleed, moest zijn aanspraak op het hertogdom Gelre van zijn familie, dat ging toen verloren. We hebben een zoon, die Karel van Gelre de Jonge heette. En die had een zoon, die Karel van Gelre de Jongste heette. En die was getrouwd met Maria van Boekhorst. En die familie van Boekhorst bracht grond in. Hier in het Spijkerkwartier in de Haarlemse Broek. En dus Adolf van Gelre, dus een achterkleinzoon van Karel, van de hertog, die bouwde in 1617 een huis op grond die door de familie van Boekhorst was ingebracht. Van dat huis hebben wij verder geen enkel beeld. Dat weten we gewoon niet hoe dat eruit zag. Maar we hebben uitgezocht hoe het zat met alle eigenaren van het huis, het Gelder Spijker. Ik weet niet of u het allemaal kunt lezen. Nee, ja, het kon het ook. Gezien de grootte kon het ook niet groter worden, maar. Dit zijn alle eigenaren dus van 1617 tot 1879 van het huis Gelder Spijker. En de eerste belangrijke eigenaar die we daar tegenkomen is Arnold van Eck. Deze foto is een beetje onder een vreemde hoek genomen. En dat komt omdat de schilderij in een gang hangt. En wel in het huis het Rozendaal van de familie van Ittersen in Hainaut. En de fotograaf kon er dus niet direct voor staan. Hij staat een beetje scheef. Maar dit was een van in de 18e eeuw, een van de eigenaren van het Gelder Spijker. En dit is zijn vrouw. Ik kan hem in Photoshop weer rechtzetten. Oh, ja. Sorry, doe maar een andere keer. Nee, dit is zijn vrouw Anna Catharina den Beem. En die schilderijen zijn gemaakt door Jan de Baan. Die bekendheid had als portretschilder in de tweede helft van de 18e eeuw. Nou, nog een keer. Arnold van Eck die had een zoon die Hendrik heette. En daarna kwam Reinder Jan op de Doord.
als eigenaar van het Gelder Spijker. En hij heeft in de tijd het huis in feite helemaal verbouwd en vervangen door een nieuw huis. Dat in 1856 gereed was. Dat was nu dit huis, een beetje onscherpe foto. Vanuit het zuidwesten gefotografeerd. En dat dus in 1879, december, in het eind van 1879, is afgebroken. Daar kom ik zo meteen naar voor. Een van de dingen die ook overgeleverd is, is dit glas. Dat ook in het bezit is van de familie van Ittersum, die in feite de laatste erfgenaam was in de 18e eeuw van het huis. En dat was in die tijd vrij gebruikelijk dat men een glas liet maken. Dit is gemaakt door Jacob Zang in Amsterdam. En waarin men een dronk uitbracht op het welvaren van het huis. En zal ik in de grond gaan. Wat staat er op? Op het glas staat het wapen van Gelderland en het wapen van het huis op de Noord. En op wat opwekkende teksten, zal ik maar zeggen. Ik heb meerdere dia's van het glas waarop je de ene tekst kunt zien, maar dat voert nu op dit moment eigenlijk een beetje te ver. Dan is de familie op de Noord. Reinder en Jan die hadden drie ongehuwde zusters. Die tot het einde van de 18e eeuw in het huis hebben gewoond. En toen die waren overleden, heeft de familie van Ittersum, die erfgenaam was van het huis toen, de zaak verkocht. En zijn er nog enige vervolg-eigenaren geweest in de 19e eeuw. Dit, dat wil ik hier even bijzonder vermelden. Dit is de steen die op de achtergevel van het huis was ingemetseld. Die ook uit het oorspronkelijke oude huis kwam. Bij de vernieuwing van het huis in 1765 opnieuw daar is ingemetseld. En deze steen is in 1880 door de eigenaar van het huis, Adolf Diemont, aan het gemeentemuseum geschonken. Waar de steen in 1970 nog aanwezig was, maar sindsdien spoorloos is verdwenen. En wij hebben het vermoeden dat in de, hoe noem je dat, de veranderingen die door mevrouw Brand Korstius in de tijd in het spoor van het museum zijn aangebracht, dit ergens op een plek is terechtgekomen, waar wij geen weet meer van hebben. Maar we zoeken nog steeds. Wat er vervolgens in de tweede helft van de 19e eeuw gebeurt, is dat er steeds meer nadat de mallen waren gesloopt, er steeds meer druk ontstaat om ruimte in het Spijkwartier te gebruiken voor stedelijke functies. Dit is het Protestants Bestedelingenhuis in de Spijkerstraat. Op de hoek met de Schoolstraat. Als een van de voorbeelden dat hij dus in 1865 gereed kwam. Nou,
De Lommerd hier is zelf ook een voorbeeld van zo'n activiteit. Zij heet een hele andere. En nou, zo ziet het Stedelingenhuis er dus op de kadastrale kaart. De kadastrale hulpkaart die steeds gemaakt werd om de situatie vast te leggen. En ziet dan het poststamp Stedelingenhuis er zo uit. 1866. Ja, dit zijn de rusthuizen aan de Spijkerstraat van de architect van Sluiters. 1877 gereed gekomen. Speculatiebouw werd dat genoemd omdat hij bouwde en dan verkocht hij. Wat ook in datzelfde 1880 het jaar gebeurde was meester Dillert een schenking deed aan het Nederlands Museum van Geschiedenis en Kunst. Waar ook keurig een krantenbericht over werd gepubliceerd. Even wij Spijker, wat wij dus het Dillert Spijker noemen. En de collectie van het Nederlands Museum van Geschiedenis en Kunst is in de jaren 20 in het Rijksmuseum beland. En wij hebben dus geprobeerd om deze schoorsteenmantel daar terug te vinden. En dat was zonder resultaat. Dit is dus het huis op een enigszins romantische tekening. Zoals het er toen uitzag. Dit is het Dillertspijker. En als je dus daar in 2016 hebben ze daar, of heeft de projectontwikkelaar van nieuwe woningen daar een archeologisch onderzoek gedaan. En daarbij zijn ook delen van het Dillertspijker blootgelegd. En dat ziet u hier rechts op de dia is de Dillertstraat. En de huizen op de achtergrond staan naar de Spijkerstraat. Deze meneer, dat is degene die in 1880 of in 1979 dus het Gelders Spijker kocht. Adolf de Diemont. Het huis kwam te koop omdat de eigenaar, Hermine Koops, was in het voorjaar was overleden en zij had geen erfgenamen. Of zij had wel erfgenamen, maar die waren niet geïnteresseerd. En die hebben dus het huis vervolgens op een veiling gebracht en verkocht. En hij heeft vervolgens een grootschalig plan gemaakt waarin het hele terrein is in kavels, is opgedeeld en bebouwd. Zoals we in feite nu nog steeds grotendeels kennen. Let ook op zijn, de man had in ieder geval wel genoeg geld, want hij had op Sumatra activiteiten ontplooit die hem kennelijk goed waren bevallen. En die op dit soort opvallende tunieken opleverde. Het leidde dus tot een hoop activiteiten. Wat u hier ziet is de kadastrale hulpkaart van de kruising van de Parkstraat met de Prins Hendrikstraat. En de tekenaar van het kadaster is zo vriendelijk geweest om de plattegrond van het oude huis, wat in 1879 is gesloten, om dat in te tekenen. Dus je kunt hier zien hoe dat huis in de tijd stond op de kruising. Ja. Dit is, ik schiet nu naar een andere hoek van de buurt. Dit is de buitenrust
van de Arnhemmer Jan-Willem Evers. Dat is er nog steeds. Dit is dus het oudste huis onroerend goed in het Spijkwartier. En dit staat dus op de hoek van de Boekhorstenstraat, of niet? Ja, de hoek van de Boekhorstenstraat en de Steenstraat, maar het staat naar achteren. Want er was ooit een tuin voor. Je moet denken aan rechterhand, achter de bomen, daar ziet u nu het. Daar ziet u nu het oude zwembad. Alleen, wat ze hebben gedaan met het pand, is dat ze dus aan de rechterzijde een stuk eraf hebben gesloopt om de Boekwassersstraat te kunnen verbreden. En ze hebben er een verdieping opgezet. Dus met dit vergeleken is het onherkenbaar. Maar er hoorde van alles bij, waaronder deze boerderij, die aan de Boekhorstenstraat is gelegen, waar de pomp staat aan de Boekhorstenstraat. Deze foto is gemaakt kort voor de sloop in, ik schat, 1940. En 25 jaar eerder zag het er daar zo uit. Die mevrouw uiterst links, die staat ook nog voor die punt die ik bij de vorige dia aanwees. Je kijkt naar de Spijkerstraat op deze foto. Ja, het pand op de achtergrond. Ja, ik krijg het over. Nou, ik doe het niet. Ja? Het verhoogde lampje. Oh ja, wacht niet. Ja, dit pand is in 1982, denk ik, gesloopt. Voor in het kader van het project Utebeek. Nou, veel activiteiten die toen in het Zwijngebied plaatsvonden, die gebeurde onder regie van Jan Willem Heuvelink, die je hier ziet. En die ook een exploitatiemaatschappij had opgericht om de hele bouw, in feite de verspreiding van de grond te regelen. Dus er was een soort project, was een projectontwikkelaar, zouden we dat nu noemen. En dat leidde dus tot dit soort activiteiten die je hier ziet. Dit is de Parkstraat. Gezien vanuit een woning aan de Emmastraat naar het centrum van de stad. Een beetje onduidelijk. Maar je ziet aan de rechterhand dus nog enige bebouwing die nog moet worden gesloopt. En restanten van het hoge hout dat zich op het terrein van het Gelder Spijker bevond. Nou, en toen ging het dus aan de gang. Dit is het Gelder Spijker wat daarna is gebouwd, ongeveer op de plek waar het oude Spijker stond. Iets meer naar het noorden. Panden van die gebouwd zijn door Arnhemse architecten, zoals Nieraat en Van Gent. Deze staan aan de Kastanjelaan. En dit is iets later panden die gebouwd zijn aan de boulevard Heuvelink in 1894. Nou, en dan waren er dus binnen de ruimte die door de woningen werd ingenomen, vlekken opengehouden om voor activiteiten die de hele gemeenschap betroffen. Zoals hier het Lorentz HBS aan de Schoolstraat, die in 1907 gereed was. Die nog helemaal gebouwd is met gas. In die zin van dat er gasverlichting in het gebouw zat.
Daar werd ook in de winter over geklaagd dat het licht eigenlijk te slecht was voor onderwijs. En het heeft tot 1914 geduurd voordat de gemeente zover was dat ze het hele gebouw toen op het elektriciteitsnet hadden aangesloten. Wat ook ruimte voor was, het zwembad. Dit is het zwembad Tialf aan de Dullestraat. Zoals ik vermoed overigens dat deze foto in 1936 ongeveer gemaakt moet zijn. Want aan rechts zie je woningen. Die woningen die je rechts ziet, die zijn er niet meer. Want die zijn in de oorlog helemaal gesneuveld, behalve die helemaal kregen. Deze woningen, die staan er nog wel. Maar die woningen daar rechts ervan, de woningen rechts ervan, die zijn allemaal verdwenen. Maar die zijn gebouwd in 1934. En ze staan hier al, dus ze moeten... Die foto van deze waterpolo-wedstrijd is, naar ik aannem, in 1936 gemaakt. En tot slot, waar we dus hier in Spijkenier vanaf zijn, is de prostitutie, de raamprostitutie. Maar... ze hadden altijd aan het eind van het jaar toch wel iets feestelijks. Met veel lawaai, veel knallen. En ze, in 2002 hingen ze ook een hele versiering in de Spijkerstraat. Om het nieuwe jaar gunstig te stemmen. Ik dank u wel. Dankjewel Joep voor je mooie verhaal en die door foto's. Volgende keer wel even langs Photoshop om scheve schilderijen recht te zetten. En bazige foto's scherp te krijgen, maar... Dan kan ik dat mooi een mooie verhaal van dat ze zo rare foto's zijn omdat ze in de gang hangen. Ja, dat is waar. Ja. Dat is authentiek. Dankjewel daarvoor. We zijn aan het eind gekomen van deze historische herberg. Je kunt alles terug horen en zien op onze site historischeherberg.nl. Ik zie Ruben even niet, maar Ruben, wanneer staat het erop? Volgend weekend. Volgend het weekend zeker, maar Ruben kende het iets eerder al. Ja. En daar kun je dus ook alles van voor deze bijeenkomst terugzien. De volgende historische herberg is weer hier. En weer om 5 uur. Hè. We starten hier exact 5 uur 's middags. En dat is dan vrijdag 14 april aanstaande. En dat is, heb ik uitgerekend, de 5e Paasdag. Dus ik wil jullie bedanken voor jullie bezoek, voor jullie aanwezigheid. De herberg op prijs gesteld. Ik wens jullie een heel fijn weekend en tot vrijdag 14 april, 5:00. Dag allemaal.